Ik ben Wil van der Vecht van aannemersbedrijf Heterbrei. Wij zijn werkzaam in de agrarische wereld, maar daarnaast ook een stukje woningbouw. Wij doen ook verbouwingen en we zijn bezig om ons te richten op asbestsanering. Is dat een nieuwe, soort nieuwe tak voor jullie? Dat is inderdaad een nieuwe tak, ja. En waarom is dat met het oog op de naderende besluitvorming? Ja, dat klopt. Of de naderende wetgeving, beter gezegd. Hè? 2024 dan moet alle asbest van het dak zijn. Dus wij willen daar ook onze bijdrage in leveren. En waar moet ik dan aan denken? Speciale technieken? We zitten hoofdzakelijk te denken aan onze agrarische klanten, die ja, toch met heel veel golfplatendaken zitten. Ja, die moeten eraf, dat moet vervangen worden. En ja, daar willen wij ook graag wat werk uit genereren. Maar vraagt dat speciale opleidingen, speciale materialen, speciale mensen? Ja, asbestsanering is behoorlijk nauwkeurig werk. Het is onveilig werk, dus daar moet behoorlijk wat op getraind worden, zodat onze werknemers dat op een juiste manier doen en op een veilige manier doen. Maar nu, je zegt, we richten, gaan ons daarop richten, maar is het al zover? Dat is nog niet helemaal zover, maar we zijn bezig om gecertificeerd te raken daarin. Ik zie daar ook een mooi woord staan, een energie-nul woning. Wat is dat, Wil? Ja, dat betekent dat de woning eigenlijk geen energie meer vraagt, dat eigenlijk de balans nul is. Dus we wekken met aardwarmte en met zonnepanelen zoveel energie op dat eigenlijk de gasmeter stil blijft staan. En dat is natuurlijk fantastisch. Maar dan moet je ook een warmtepompeninstallatie er denk ik bij hebben, anders red je het niet, hè? Dat is wel het fijnste. Dat is de beste investering eigenlijk op dat vlak, een warmtepomp. Er zijn andere alternatieven, maar die zijn minder rendabel. En heb je ook cijfers van dat je zegt, van, nou, dat is zo'n hele investering, want het kost best wel een investering, die verdien je in x jaar terug? Ja, dat is inderdaad een behoorlijke investering. Je moet zo'n 25.000 tot 30.000 euro denken. Dus daar gaan een paar jaartjes overheen voordat dat terugverdiend is. Hoeveel jaar? Ik schat zo'n 7 tot 10 jaar ongeveer. Maar het voordeel is dat je woning zelfs geen gasaansluiting nodig heeft. Dus ook die kosten. Dat is de eerste winst. Ja, zo is dat. Hè? Ja. En we worden minder afhankelijk van alle fluctuaties van de energiemarkt. Dus dat is ook wel best belangrijk. Ja. Heterbrei is een bouwbedrijf in Nieuw-Leuzen. Waar zitten jullie precies? We zitten aan de Melenweg 78. Dus net nog binnen de bebouwde kom. Maar jullie werkgebied is veel breder dan Nieuw-Leuzen. Waar zitten jullie overal? Ja, we zitten uiteraard hier in Dalfsen, maar ook Nieuw-Leuzen, Zwolle. We gaan zelfs het noorden in. Ja, en incidenteel komen we ook in het westen. Dus ja, we zijn zo flexibel als maar kan wat dat betreft qua afstanden. Ja. Dus woningbouw, stallenbouw, dat is jullie werk, zou ik maar zeggen. En dan ook duurzaam, climate screen zie ik er allemaal. En ook aanpasbare badkameraanpassing, lees ik. Ja, zeker. Ja, dat is ook iets wat, waar onze mensen heel goed in zijn. Klantenwerk. Fijn met klanten omgaan, dat is belangrijk. Hè? Dat ook onze werknemer goed begrijpt van wat wil de klant, hoe wil die behandeld worden. Nou, daar hebben we prima mensen voor. Dus ook dat kunnen we bedienen. Ja. Nou, lijkt me uitstekend aanbeveling. Ik kan er niet meer van maken. Dankjewel, Wil. Oké, graag gedaan. Fijne avond nog. Goeiedag.